Yuki, waar ben je? Yuki, 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 Yuki. Het is vandaag maandag en wij hebben weer Spaanse les. Yuki, 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 Yuki. En dit is hoe het er hier uitziet. Echt super leuk. Yuki! Gage Higohu. Entonces, este es Gage Higohu. Y este es Gage Higohu. Gage Higohu. Nou jij, Marie. Gage Higohu. Ahora, Marie, tienes que repetir tú, por favor. Nou, what are we doing? Graag en giegelgoe. Ja, no. Graag en giegelgoe. Kom. Oké. Ga, geef. Nou, tot zover onze Spaanse les. Daar is Lisanne. Ik heb het echt spannend. En we zijn bezig met het voorbereiden voor de Art Break Day. En dit wordt een hele grote mandala. Ja, wat we dachten, was een lichaam op het kleed leggen. En dan kunnen mensen ook nog uitbreiden als een grote moet mag worden. Want nu is hij best wel klein. Ja, ja. Sylvie, wat ben je aan het doen? Ik ben een mega mandala aan het maken. Oh, die rode glitter is vet mooi op die camera. Ik denk dat die ook heel mooi is, de blauwe. Ja. En ga je die nog proberen of niet? Die groene? Ja? Die wil ik misschien bij aardig bij doen. Ja, die is mooi. Maar ik. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn de meiden lekker... Oh, ik neem die vlog even over. Prima. Zijn de meiden lekker bezig met voorbereiden voor de Art Break Day. Marie, wat ben jij aan het doen? Ik ben een mandala aan het maken. Ik heb nog niks. Komt er zo aan, denk ik. Hoop ik. Nee, je bent nummer 2 of nummer 3. Ja, maar het is heel lekker bij een vegetarisch restaurantje. Klaar met de Spaanse les. En dit is onze docent Marisol. En nu wachten we op de bus. Dat is onze busie. Onze busie, onze busie. Yeah. We lopen nu in een tunnel over de weg. Grappig. Oh, wat een heel mooi licht hier. En daar is El Cristo op de berg. Leuk. Fun, fun, fun. Wij zitten again. Oh, je doet al. Bij TGI Fridays, want we hebben honger. En dit is voor ons. Dit. Hoe lekker ziet het eruit? Oh, oh, oh. Foutje, foutje. Fish and fruity. Dit is echt mega lekker, denk ik. Yes. Mm. You see.
Daar is Marieke de Burger met mozzarella sticks erop. Lekker, smakelijk eten. Bon appétit. We waren dus klaar met eten en ze kwamen ons bord ophalen en toen vroegen ze iets en toen zeiden wij zie. En nu hebben we een to-go bag. Huh? En dat was helemaal niet de bedoeling. Huh? Ja, nou dat is dus wat ze vroegen in het Spaans, denk ik, waarop jij zei zie. Ja, maar ik heb net nog zo rustig. Ik denk dat ze gewoon alles in één ding doen. Nou, misschien kunnen we er een zwerver blij mee maken. Ja. Oh, daar. Vandaag een parade zijn in het andere stadje. De parade hebben we gemist. Of niet gezien. Of nou ja, in ieder geval niet gezien. Maar er was wel echt een superleuke markt. En ik heb een heel erg leuk rugzakje gekocht. Ja, zo leuk. En nu gaan we dus maar weer terug naar huis. En zaterdag is er volgens onze huisgenoot ook nog iets. Ook weer iets van een deze bruidsjurk, wow. Zaterdag is er ook nog iets van een parade. En daar gaan we misschien ook heen. Moeten we even kijken of we daar trek in hebben. Maar ik denk het wel. Nou. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Ik denk dat we nu weer die met dat spookje hebben. Nou? Ik zit er wat zwaar in. Dus ja, kom maar hier. We zitten weer in de taxi. Op weg naar de Hypermaxi. En onze casa. Wij zijn terug van de taalles. Alweer. En ik ga zo meteen allemaal shit kopen in de winkel. We gaan naar een creatieve winkel waar ze dus allemaal shit hebben wat Marieke gaat kopen. Ja, ik hoop echt dat ze een dummy hebben, want ik mis papier. Papel. Oké, tot zo in de winkel. Adios, ciao. Winkel. En we hebben spulletjes gekocht. Heel veel. Marieke heeft heel veel gekocht voor heel weinig.
En het is echt een mooie winkel, maar ik ben vergeten om daar binnen te filmen. Ze hadden echt best wel veel. Heel veel fineliners, heel veel sharpies, klei, stickers, verf, cookies. Echt heel veel. Echt een leuke winkel. Dus, daar gaan we nog wel terug. Ja, ja, ja. En nu gaan we een taxi scoren. Toch? We hebben nu dus een random troffie gepakt. Geen idee hoe het heen gaat. Voorop staat iets van 25 de Mayo. En dat is een markt, dat heb ik vandaag opgezocht. Dus misschien gaan we wel naar de volgende markt, wie weet. 512. Het ging echt zo goed. We zijn nu dus echt op een plek waar we het kennen. En het is echt maar 5 minuten van ons huis. Ja, echt. Dus echt super goed van ons. Ik ben helemaal gewoon trots met het pakken van een. Met het pakken van een random troefie. Ja. Leuk. Markt. Lekker goed bakken maar. Het is nu bedtijd, zaterdagavond. Hoor je dit? Deze honden gaan echt als een malle tekeer. Echt niet te doen. Lekker met z'n allen in de taxi. Lekker, wij gaan brunchen. Hier, dank je. Lekker. Wow. Lekker eten. Smakelijk. Wij hebben net heel erg lekker gegeten. We zijn een lekker tonnetje rond. En nu gaan we naar het Cochabamba sign om een foto te maken. Because we're tourists. En Zoe gaat vandaag weg, dus echt heel jammer. Right there. There's my finger. I can see my finger. Right there. That's Zoe. She's leaving today, so that's sad. Yeah. Real sad. Hi doggy. Je hebt hier dus een drive-in supermarkt. Super geinig. Je kan hier dus gewoon met de auto in. En dan kan je hier even shoppen. Dit is grappig. Even shoppen! Dit is grappig. Drive-in allemaal. Hoppa. Hola. Okay, so this just happened. She got peer pressured by these girls. You're welcome.
zo saai.